Dag 719. Vandaag kijken we naar de richting van Bakhmut. De meest intense gevechten vinden hier plaats aan de noordelijke flank. Allereerst voerden de Oekraïnes een succesvolle tactische tegenaanval uit ten noorden van Bodanivka en herstelden ze de controle over verschillende belangrijke bosstroken. Als we naar de topografische kaart kijken, zien we dat dit gebied op een heuvel ligt, waardoor deze posities een sterk tactisch belang hebben. Vanuit deze bosstroken kunnen de Oekraïners veel meer controle uitoefenen over het dorp in de vallei. Na deze tegenaanval moesten alle Russische eenheden zich terugtrekken uit het centrale deel van het dorp. En kort daarna verklaarde een Russische stormzetcommandant dat het dorp niet tactisch significant is voor de Russische inspanning, aangezien het dorp zich in een laagland bevindt en kwetsbaar is voor Oekraïnse artilleriebeschietingen. Verschillende Oekraïense soldaten melden dat op basis van onderschepte radiocommunicatie de Russen Chassivjar voor maart willen bereiken. Het is duidelijk dat de meeste Russische deadlines voor het bereiken van militaire doelstellingen samenvallen met de Russische presidentschapsverkiezingen in maart. Een woordvoerder van de Oekraïense oostelijke groep van strijdkrachten meldde dat het Russische militaire commando extra reserves naar deze richting verplaatst om te helpen door de Oekraïnse linies heen te breken en Chassivjar binnen deze deadline te bereiken. Na de hervatting van de offensieve inspanningen begonnen de nieuw aangekomen Russische versterkingen aanvallen langs de snelweg uit te voeren. Het doel van deze troepen was om controle te krijgen over de begraafplaats en het kleine bos erachter, die zich aan de rand van de hooglanden bevinden. De Russen begrijpen dat zonder eerst een stevige positie op de verhoogde platforms te vestigen, ze geen kans zullen hebben om door te stoten naar de stad. De Russen concentreerden hun artillerievuur en lanceerden de ene aanval na de andere. Ondertussen richten Russische drone-operators zich op het lamleggen van Oekraïnse reserves, om aflossing te voorkomen. De Oekraïners slaagden er in deze omstandigheden niet in omstand te houden en trokken ze zich snel terug uit deze posities. Russische bronnen deelden vervolgens beeldmateriaal van deze Oekraïnse terugtrekking. Volgens het Institute for the Study of War bevinden de Russische strijdkrachten zich op iets meer dan 2 kilometer van Yar. Om hun recent succes door te zetten, begonnen Russische eenheden zwaar materieel in te zetten. De woordvoerder van een Oekraïens bataljon, actief in de regio, verklaarde dat Russische troepen onlangs begonnen zijn met gemechaniseerde aanvallen uitvoeren in plaats van hun eerdere pure infanterieaanvallen. Oekraïense soldaten van de 26e artilleriebrigade plaatsten een video waarin te zien is hoe ze Russische gepantserde voertuigen opjagen in Berkivka. Het lijkt erop dat de Oekraïners zich snel hebben aangepast aan de nieuwe aanvallen. En zelfs waren begonnen met het inzetten van luchtsteun. Vrijgegeven beelden tonen hoe Oekraïnse helikopters raketten afvuren op Russische posities. De recentste updates geven aan dat Oekraïners een grote Russische gemechaniseerde aanval hebben afgeslagen. Oekraïners schakelden met succes het eerste voertuig in de kolonne uit, immobiliseerden de rest van de voertuigen en openden vervolgens het vuur. Op basis van de video. Wist slechts de helft van de Russische aanvalseenheid zich veilig terug te trekken. Russische analisten verklaarden dat, hoewel de situatie voor de Oekraïners zeer moeilijk is, Oekraïners nog steeds veel controle hebben over de regio omdat ze zich op de hooglanden bevinden, terwijl de Russen bergopwaarts moeten vechten. Een andere kleinschalige, maar zeer interessante ontwikkeling vond iets ten noorden hiervan plaats. Hier voeren de Oekraïners een aanval uit met op afstand bediende gronddrones met machinegeweren. Zoals te zien is aan de omgeving zijn de beelden relatief oud. Oekraïners hebben deze lange tijd achterwege gehouden omdat ze zo min mogelijk van deze techniek wouden vrijgeven. Deze drones rukten op naar een Russisch bolwerk langs de kant van de weg en openden hierop het vuur. De nieuwe modellen van deze drones zijn kleiner en mobieler. De ontwikkeling van drone technologie wordt beschouwd als cruciaal voor het behalen van succes en het doorbreken van de Russische verdediging in de toekomst. Deze voertuigen zijn namelijk zeer snel en mobiel, zijn niet zwaar genoeg om antitankmijnen af te laten gaan, terwijl ze robuust genoeg zijn om antipersoneelsmijnen te weerstaan. Dit gecombineerd met verschillende machinegeweren of andere wapens op de drones Maakt ze een effectief en dodelijk middel op het slagveld? Om de Russische offensieven tegen te gaan, en terwijl de Oekraïners drone technologieën ontwikkelen en efficiënte en snelle productie hiervan organiseren, bouwen ze ook nieuwe verdedigingslinies. Oekraïners hebben geleerd van de Russen en zijn begonnen met het bouwen van meer dan duizend kilometer aan verdedigingswerken langs de hele contactlijn. Een van de zwaarst versterkte richtingen. Is die van Baghmoed. In feite hebben Oekraïners bijna 1000 kilometer aan verdedigingswerken langs de hele contactlijn gebouwd. En in die nieuwe strategische update van gisteren behandelen we ze allemaal. We analyseren waar de Oekraïners denken dat de volgende grote Russische aanval vandaan zal komen en hoe ze van plan zijn deze te stoppen. Als je hier interesse in hebt, kun je voor slechts 4,99 per maand lid worden van het kanaal. En toegang krijgen tot deze wekelijkse strategische updates en meer. Bedankt voor het kijken, like, abonneer en deel dit kanaal voor meer updates uit Oekraïne. En ik zie je in het volgende rapport.